De kenniskring heeft gisteravond een informatiebijeenkomst gehouden met als thema criminaliteit. De gastsprekers waren plaatsvervangend korpschef van de politie Antonio Shin en oud-commissaris van politie Krishna Prasad Mathura. Plaatsvervangend korpschef Shin beet de spits af met zijn presentatie met als thema enige aspecten met betrekking tot de criminaliteit, waar staan we en hoe samen verder. Shin ging nader in op de impact van social media op het veiligheidsvraagstuk. De politie kan het niet alleen. Wij hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. De politie staat in de voorlinie. We rekenen op de steun van de gemeenschap. Ik bedank de samenleving voor de tot nu toe geleverde inspanningen en doe een beroep of een oproep om op dezelfde mate informatie te blijven delen met de politie. De samenleving mag erop vertrouwen dat zeer discreet wordt omgegaan met deze gedeelde informatie. Immers, de samenleving vormt de voedingsbron van de politie voor wat betreft het aangeven dat wij melden van ongeregeldheden. Sociale controle zou hier goed van te pas komen. Natuurlijk aangepast aan de tijdgeest. Krishna Prasad Mathura, parlementariër en oud-commissaris van politie, vraagt zich af wat er in onze samenleving gebeurt. Waar is de norm naartoe? Wat is geoorloofd? Wat is niet geoorloofd en hoe ga je hiermee om? Mathura zegt dat er een gezamenlijk doel is en daar moeten zowel de samenleving als de regering naartoe streven. Maar ik denk dat de overheid een hele belangrijke rol heeft, een belangrijke doel heeft. Een van de belangrijkste doelen, eigenlijk het primaire doel, is zorg dragen voor orde. Uitvoeren van politieke besluiten, handhaven van wetten en regels en procedures. Elke samenleving wordt geordend door middel van wetten, regels, afspraken die we met elkaar maken. Afspraken die we met elkaar maken. En als we die afspraken niet gaan naleven met elkaar, ja, dan krijg je inderdaad chaos en anarchie. Afspraken dienen nageleefd te worden. En als we vinden met elkaar dat die afspraken niet meer appelleren aan onze behoeften van deze tijd, dan hebben we ook een verantwoordelijkheid om die afspraken eigenlijk te wijzigen, te veranderen. Dus wetten te veranderen. Dus de belangrijkste taak is orde, ordening van een samenleving. Parlementariër en oud-commissaris van politie, Krishna Prasad Mathura. Zij sprak tijdens de lezing georganiseerd door de kenniskring met als thema criminaliteit. De lezing is gehouden in het Lalaroek-gebouw.